Is het je ook opgevallen dat er de laatste tijd veel video's voorbij kwamen hier op YouTube over de opkomst van AI en hoe dat fotografie totaal gaat veranderen? Maar voor landschapsfotografen, zoals jij en ik, nou gaat er denk ik uiteindelijk helemaal niks of in ieder geval heel erg weinig veranderen. Nou, als ik zo'n tekst naar beeldgenerator vraag om een afbeelding van een zonnige middag aan een meer in de bergen, nou krijg ik gewoon deze vier afbeeldingen. Maar leuk, ik kan dus van achter mijn computer foto's creëren. Maar dat is natuurlijk niet hoe landschapsfotografie werkt. Landschapsfotografie is een beleving en een expressie van de natuur. En die ervaring kun je niet vervangen door een AI-programma. Als landschapsfotograaf hou ik er juist van om buiten in de natuur te zijn, om de zon op te zien komen en onder te zien gaan, om het licht te zien veranderen over het landschap en om dat nou juist te fotograferen. Juist het naar buiten gaan en het landschap beleven, dat is wat landschapsfotografie zo mooi maakt. En juist die ervaring gaat AI nooit kunnen vervangen.